de ultieme vorm van conservation agriculture, dus van ja, niet kerende grondwerking, is direct zaaien. En met direct zaaien ga je gelijk in je voorgewas of in een groenbemester zaaien. En benut je eigenlijk de draagkracht en alle voordelen van het voorgaande gewas om weer een nieuw gewas aan te gaan. En bij die teelt heb je eigenlijk geen grondbewerking meer nodig, maar ga je dus direct in de stoppel zaaien. Dat hebben we hier proberen na te bootsen. Dit is een maaizaaimachine. Die komt redelijk dicht in de buurt van een no-till zaaimachine. Het voordeel van deze machine is dat hij allemaal schijven heeft, dus het risico van verstopping is er nauwelijks. En wat dit ook doet, heeft een enorme veerdruk. En dus kan je in harde grond, want als je het niet bewerkt is het veel harder, kan je toch zaaien. Nou, we hebben hier een poging gedaan en dat is redelijk gelukt. Maar je ziet eigenlijk wel dat er eigenlijk nog veel meer druk nodig is. En die machines zijn er al in de markt. En er wordt natuurlijk heel veel ontwikkeling in. Alleen in Nederland lopen we daar toch een beetje mee achter en zijn er nauwelijks machines te vinden. Maar dit is een, toch wel een redelijk geslaagd voorbeeld, denk ik. Nou, we staan hier bij een normale zaaimachine. Alleen wat hier ja, iets anders aan is, is dat deze zaaimachine geen pijp heeft, maar schijven. En schijven zijn al veel minder gevoelig dan een pijpenzaaimachine. Die snijden dus door de resten. De rest heb je normaal met ploegen niet. En met het niet kerend ja, hou je eigenlijk altijd residuen over van groenbemesters of van voorvruchten. En een schijf kan daar beter mee overweg. Deze machine staat wel maximaal op druk. We hebben de maximale mogelijkheden. En we zouden eigenlijk nog wel een klein beetje meer druk kunnen gebruiken. Dus dit is eigenlijk al voor niet kerende grondbewerking een betere zaaimachine.